Vandaag is alweer de 14e dag van de Climate Miles. We lopen nu op dit moment door Lunteren op weg naar Maren. Vandaag gaan we zo'n 25 kilometer doen. En mijn podcastgasten van vandaag is Caroline van Leenders. Ze werkt voor RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat had een heleboel namen geleden, de naam Novem. En toen waren wij ooit nog collega's. Dus het is leuk om haar na al die omzwervingen af en toe eens wat langer te kunnen spreken. En Caroline is nu gedetacheerd bij het ministerie, maar dat mag ze zelf vertellen. Maar houdt zich vooral bezig met heel veel zaken rondom de financiële wereld. En dat is toch vrij cruciaal dat die mee gaat bewegen de goede kant op. Want we worden helaas toch behoorlijk door geld gestuurd. En als daar wat verandert, dan verandert er ook veel in de wereld. Maar misschien kun je zelf beter even uitleggen, Caroline, waar je op dit moment mee bezighoudt en waar je zoal binnen het ministerie je ophoudt. Ja, nou, superleuk dat ik vandaag meeloop. Dankjewel voor de uitnodiging, Marjan. Ik ben de helft van mijn tijd gedetacheerd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En daar werk ik aan het vergroenen van de financiële sector, zeg ik altijd in een beetje Jip en Janneke taal. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat ik koplopers ondersteun en initiatieven ondersteun in de financiële sector die proberen te gaan investeren met een minder negatieve impact op klimaat, maar vooral in mijn geval ook op biodiversiteit waar ik aan werk. En het liefst natuurlijk met een positieve bijdrage. En waarom zit dat bij het ministerie van LNV? Want je zou dat natuurlijk verwachten bij het ministerie van Financiën of zo. Ja, nou dat zie je eigenlijk wereldwijd op veel plekken. Dat het vooral milieuministeries zijn. En in dit geval is het natuurlijk de directie van natuur bij LNV. Die al wat langer in de gaten krijgen van ja, je kunt op allerlei manieren aan duurzaamheid werken. Of aan klimaat en biodiversiteit. Maar wat jij net ook in je intro zei, als je de financiële sector niet meedoet, schiet het niet op. Tegelijkertijd is het toch wel lange tijd zo geweest. En nog steeds zo dat ministeries van Financiën zeggen, sorry, wij gaan over cijfers. En niet over bloemetjes en bijtjes. dus zie je wel dat het vanuit de overheid aan dit thema werken wordt vaak ingezet door ministeries van Milieu. Of in dit geval dus directie Natuur van LNV. Maar je ziet wel in toenemende mate dat ministeries van Financiën het onderwerp klimaatverandering, klimaatcrisis, maar ook het verlies van biodiversiteit op hun eigen agenda zetten. Dus een van de dingen waar ik de afgelopen 3 jaar veel aan heb gewerkt bij LNV is het relaties opbouwen met mensen van het ministerie van Financiën. Ja, dat lijkt me vrij cruciaal. Ja, natuurlijk, dat is cruciaal. Kijk, ik kan, als je denkt een beetje vanuit hoe probeer je zo'n veranderingsproces te versnellen. Ik kan iets doen met koplopers ondersteunen. Daar heb ik ook allerlei voorbeelden van en dingen opzetten. Maar als je echt een systeemverandering wil en wilt dat de regels van het systeem veranderen, dan moet je toch bij het ministerie van Financiën zijn. En dat wil je uiteindelijk natuurlijk. Dus is het cruciaal dat zij betrokken zijn. Maar ook spelers als centrale banken, de Europese investeringsbank. Weet je, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen Nederland. Ja, want vaak is het argument als je iets creatiefs verzint van nee, dat mag niet. Want ik noem het dan altijd maar Basel 1, 2, 3. Dus er wordt altijd verscholen achter regeltjes van verder weg of hogerop. En om daarom dan maar niet te veranderen. Maar kun je eens een voorbeeld geven van zo'n traject? Dat we ons iets bij kunnen voorstellen wat je dan probeert te veranderen en wie er dan allemaal wat moeten gaan doen? Nou, ik geloof heel erg in samenwerking en samen leren. Vooral, ik denk dat we exponentieel moeten leren om de urgentie en de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden, om daarmee om te kunnen gaan. Dus ik maak coalities of communities van financiële partijen. Een van de coalities waar ik bij betrokken ben geweest bij de start ervan is het partnership Carbon Accounting Financials. En dat was, er waren ooit, ten tijde van het Parijs Klimaatakkoord, een aantal mensen die bij financiële partijen, bij banken zoals ASN, maar ook bij PGGM en NMN en Actiam, dat soort financiële partijen. Pensioenfondsen en de partijen die namens pensioenfondsen investeren en zo. Ja, waren er mensen begonnen met, goh, laten we eens kijken of we kunnen uitrekenen hoeveel CO2 we uitstoten met al ons geld. Nou, toen dacht ik van, nou, dan brengen we zo'n clubje nerds naar Parijs. Om daar in zo'n site-event, hè, dan kan je altijd van die site-events doen. Nou, toen kwamen de CEO's erachter.
van die partijen. Dus die zeiden, oh, dan willen wij ook wel naar Parijs. En zo had ik een panel van 600 miljard euro. Zo. Op CEO-level met elkaar daar. Die zeiden, oh, wij willen wel wat gaan doen. Wij willen wel een kwart minder CO2 uitstoten in een paar jaar. Er was geen journalist aanwezig, dus deze uitspraak is nergens opgeschreven. Maar wat er wel uit ontstond, was het idee, hey, misschien moeten we eens gaan samenwerken rond zo'n methode. Hoe je dat uitrekent, die CO2-uitstoot. Nou, dat is een partnership geworden. Want ze wilden met al het geld wat ze zeg maar uitlenen of investeren bij hun klanten, ja, dat ook allemaal niet gebruikt zou worden om CO2 uit te stoten, maar dat tot minder uitstoot. Dus het ging niet om hun eigen CO2 van hun gebouw of zo, maar van het geld waar zij voor verantwoordelijk zijn. Ja, zeker. Dus alle leningen, alle investeringen. En in eerste instantie maar eens uitrekenen hoeveel het uitstoot. Want ja, het is natuurlijk lastig om een ambitie te hebben als je niet weet wat je uitstoot. Maar dat lijkt me best ingewikkeld. Dan heb je bijvoorbeeld 1 miljoen uitgeleend aan een bouwbedrijf. En dan moet je kijken van wat stoot die dan uit door het gebruik van beton. En ja, op die manier alles echt. Alles erop en aan. Dat is een heel grote exercitie. Ja, en daar waren ze dus allemaal heel complex mee aan het rekenen. Met allemaal databases. Want er is via LCA kennis, levenscyclusanalyse, methode zitten we al sinds de jaren 80 te rekenen van wat is de impact van allerlei producten en dingen. Dus er is best wel wat beginnende data om maar eens wat mee te gaan rommelen en spelen. Een van de aanjagende banken daarvan was de ASM-bank. En die had in een community van mij gezeten en die dacht, nou, laten we nou met andere financiële partijen met elkaar om tafel om te kijken, hoe doe je dat nou, dat rekenwerk? Nou, er zitten nu, wat zei iemand nou, 500 triljoen dollar under management aan financiële partijen bij dat partnership. Wel 5 jaar later, dus er zitten nu 80 of 90 financiële partijen wereldwijd. Die hebben dus met elkaar over die methode gesproken. En dat wordt nu een soort van standaard. Daarmee kan dus niemand meer zeggen, ik kan mijn CO2-uitstoot niet berekenen. Want het begint dus met zo'n enorme coalitie. Heb je dus de mogelijkheid om tot een standaard te komen. Die standaard kun je vervolgens verplicht gaan stellen als overheid. En niemand kan meer zeggen, ja, ik kan dat niet uitrekenen. Want er is geen methode of het is zo ingewikkeld. Dus ze hebben zeg maar samen allemaal bekeken van, jij zoekt die sector uit en jij zoekt die uit. En dat is allemaal in totaal één groot model geworden. Ja. Waarmee ze van bijna elk soort bedrijf waar ze geld aan investeren of uitlenen kunnen bekijken hoeveel stoten die dan uit. Ja. En wat betekent dat dus voor mijn balans? En vervolgens zeggen ze dus, dat gaan we terugbrengen. Nou ja, dan gaan ze dan ook echt. De ASM-bank doet dat dus ook al. En er zijn er meerdere die elk jaar aan het rapporteren zijn over hoeveel ze uitstoten. Nou, op het moment dat je gaat rapporteren hoeveel je uitstoot, wil je het toch wel graag gaan verminderen. Dus die werking heeft meten. En zeker met, nou ja, dan wel maatschappelijke druk. Dan wel druk van binnenuit van het eigen personeel, dan wel vanuit de ASM-bank. Maar ook Triodos, die hebben natuurlijk ook een klantenbestand wat daarop afkomt. Dus die berekenen dat elk jaar. Die ASM die rapporteert dat dus ook elk jaar al een tijd. En dat is nu vrijwillig? Dat is nu nog vrijwillig. Nou, in het klimaatakkoord is wel afgesproken dat alle financiële partijen gaan rapporteren. Ja, binnen hoeveel jaar? Ja, ik dacht dat voor volgend jaar wel moest. Oké. En dit jaar ook al eigenlijk. Ik dacht dat dit jaar al moet. Goed, dat is dus voor klimaat. En zo zijn er, nou ja, andere. Ik heb pas ook geholpen. Nou, dus dat klimaat, dat ging prima op zich. Maar dat gaat alleen natuurlijk nog over meten. Vervolgens gaat het natuurlijk over hoe ga je dan echt anders investeren. Want meten is natuurlijk maar een eerste stap. Ik ben op een gegeven moment heb ik gezegd van, nou, ik verlaat dat klimaatonderwerp, want ik ga door naar biodiversiteit. En ik ben dus nu bezig met het partnership Biodiversity Accounting Financials. Met dezelfde clubs weer? Nou, het zijn net weer andere clubs, want niet alle financiële instellingen die met klimaat bezig zijn, hebben ook een interesse voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld een club als een financiële instelling die al langer met biodiversiteit bezig is, is BNP Paribas. De Fransen, sowieso zijn de Fransen nogal, als je kijkt naar de financiële wereld, al een tijdje. Hè? Macron zelf ook van, het gaat niet alleen om klimaat, het gaat ook om de andere onderdelen van deze planeet. En One Planet Summit. En nou ja, moeten wij hier achteraan? Even doen, denk ik. Hè? We steken even een drukke weg over. Ja.
Nu wordt het weer wat rustiger en we verlaten Lunteren op dit moment. Dus de Fransen hebben meer met biodiversiteit. Die zijn al een tijdje vanuit de financiële sector ook heel erg met biodiversiteit bezig. Dus bij dat partnership Biodiversity Accounting Financials zie je ook een aantal Franse financiële partijen die daarbij aansluiten. De Franse Ontwikkelingsbank. Eigenlijk om dezelfde vraag. Hoe bereken je nou je impact op de natuur? Ja, dat lijkt me best moeilijk. Nou, dat is ook weer heel moeilijk. Dus dan roept iedereen weer uit. Dat is heel moeilijk. Ik zeg, goh, x jaar geleden was klimaat heel moeilijk en dat is nu opeens heel makkelijk. He, want ja, klimaat is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar CO2 en biodiversiteit zo moeilijk. Want het bijzondere van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, de diensten van de natuur, is, zegt iedereen, ja, dat is zo lastig, want dat is lokaal verschillend. Mm-hmm. Nou, iedereen snapt een brouwerij in een land waar veel droogte is. Onlangs een investeerder die ook zei van ja, investeren in bijvoorbeeld bierbrouwerijen overal in de wereld. Dat begint echt wel een beetje risky te worden. Problematisch, ja. En wat ze dan in de financiële wereld stranded assets noemen, hè, investeringen die niet meer opleveren, omdat er iets misgaat. Nou ja, dat zie je nu ook met bepaalde investeringen gebeuren die te maken met water, in gebieden van droogte. Dus financiële instellingen worden steeds meer zich er bewust van dat in heel veel gebieden je door of klimaat of daarmee samenhangende droogte, of misschien ook samenhangende afnemende biodiversiteit eigenlijk gewoon beter maar niet meer kunt zitten met je bedrijf. Nou, dat je dus financiële risico's loopt. En de Nederlandse bank heeft als eerste bank ter wereld op basis van de methode die de ASM-bank samen met het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ontwikkeld voor de impactmeet op biodiversiteit. Die heeft de DNB gebruikt met nog wat extra rekenwerk. De Nederlandse bank heeft een hele goede onderzoeksafdeling. Mm-hmm. Nou, nog wat extra rekenwerk. Hebben die een studie gedaan waarin ze hebben laten zien dat een derde van het Nederlandse financieel systeem, 514 miljard, dat is ongeveer een vijfde van ons geld, mm-hmm. 514 miljard dat geïnvesteerd is in bedrijven of geleend is, staat bloot aan mogelijk risico door het verlies van biodiversiteit. Voorbeeld, je hebt geïnvesteerd in een boer. Net een diervoeding terugland. Ja. Dus je hebt geïnvesteerd in een boer en en dan komt droogte. Kan je dus het risico lopen dat je je lening niet terugkrijgt. Mm-hmm. Dus 500 of. Maar dat is dus best heel erg veel. Dus een derde van al het geld heeft nu al een risico vanwege klimaat, biodiversiteit, onderwerpen. Nou, staat er aan. Is mogelijk aan blootgesteld. Mm-hmm. Dus het is allemaal natuurlijk Risico's met allerlei bandbreedtes en zo. Je weet niet of die risico's ook daadwerkelijk gaan optreden. Mm-hmm. Want dat is dan weer een volgende vraag. Want dat is dus juist ook daar heb je die locatiespecifieke data voor nodig. Op sommige plekken is er inderdaad het risico dat een ecosysteem omvalt of instort of niet meer levert. Op andere plekken is dat niet zo. Dus je moet op een gegeven moment, in het geval van natuur en biodiversiteit, veel meer ook naar de plek toe. Naar verschillende plekken. En dus je kunt niet dat global rekenen doen, wat ze voor klimaat doen. Ik zeg altijd maar, kijk, eigenlijk is de atmosfeer met de zeeën zijn eigenlijk ons grootste ecosysteem. Mm-hmm. En de dienst die dat levert, namelijk een stabiel klimaat, die blijkt toch eigenlijk best wel heel veel waard te zijn. Komen we steeds meer achter. Al die andere ecosystemen die zijn niet global, dus die zijn meer regionaal of lokaal. Dus dan moet je een andere verbinding gaan maken met de vraag van wanneer gaat het hier mis? Of wat moeten we hier doen om te zorgen dat het niet misgaat? En dat is natuurlijk wel een extra uitdaging. Het is heel veel werk om dat voor elke verschillende plek of ecosysteem te doen. Ja, en om die verbinding te maken. En daar zijn we ook weer mee bezig met satellietdata en. Wat hebben we? Het was een landbouwvoertuig wat ons voorbij kwam. Het laatste woord was satellietdata. Landelijk. En toen. Ja. Nou ja, dat is dan ook weer interessant. Hè? Er is een hele wereld van satellietdata aan het ontstaan. Mm-hmm. We kunnen bijna ter plekke bepalen waar er bijvoorbeeld wordt ontbost. Nou, kun je dat verbinden aan
de investeringen die je hebt gedaan, dan moet je dus weten waar jouw geld de grond raakt, zeg ik altijd maar. Mm-hmm. Ik bedoel, waar het daadwerkelijk is geïnvesteerd. Nou, dat zijn best nog wel een beetje zoektochten hoe je dat dan het beste kunt uitrekenen en in beeld brengen. Maar ja, ik zeg altijd, kijk, het is leuke van, of het interessante van biodiversiteit is juist de samenhang. Dat holistische ervan is eigenlijk de kracht. Mm-hmm. Wat andere mensen complexiteit noemen. Ik denk dat die verbondenheid van de natuur, dat vinden wij mensen lastig, omdat wij een beetje te simpel zijn. Wij proberen altijd alles in hokjes te delen en in stukjes te delen en in indicatoren te maken. Ja, en nu worden we geconfronteerd met een onderwerp wat in zichzelf zo verbonden is dat wij ons daar dus toe moeten gaan verhouden. Nou, dat vinden we dan. Dan leggen we de schuld bij de natuur. Die is zo complex. Terwijl, ja, ik vind het ook altijd wel mooi, zoals ik ook wel eens gelezen heb, dat bepaalde inheemse volkeren bijvoorbeeld zeggen, ja, de mensen zijn als laatste gekomen. Dus ja, die zijn natuurlijk niet de meest slimme. Nou, weet je wel, bedoel... Ik dacht dat je ging zeggen, die gaan dus ook als eerste weer. Ja, nou ja, als ze niet zo slim zijn, ja, dan heb je het rechts. Survival of the... Nou, misschien niet zo slim. Nou, dat soort dingen van vind je het nou complex? Of is nou die verbondenheid juist de basis van eigenlijk al het leven? Dus moeten we ons daartoe gaan verhouden, zal ik maar zeggen. En dat is dus ook in die financiële wereld gaat het, en dat zie je ook aan de echte koplopers. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat zij de hele tijd roepen, ja, waar is de investment case? Of waar is de business case, zeggen ze tegen allerlei groene initiatieven. Mm-hmm. En dan moet je je soort van bewijzen tegenover hun wereld. En tegenover hun systeem. Maar dat gaat hem niet worden. Want ook dat systeem moet veranderen. Dus je probeert ook die financiële mensen anders te laten denken op basis van andere waarden, beoordelingen te laten maken. Ja, en als je ook bijvoorbeeld ziet dat een aantal financiële instellingen, waar die hebben op dit moment, ja, die zeggen gewoon, ja, de komende jaar hebben we 3 of 4 vacatures, nou, hangt van een beetje vanaf hoe groot ze zijn natuurlijk, voor ecologen. Maar ja, we moeten het toch een beetje gaan begrijpen, want we zijn ervan afhankelijk. We hebben er een impact op, we zijn ervan afhankelijk, we zijn eraan verbonden met ons geld. Maar we weten er eigenlijk niet zoveel van. En je ziet niet tegenwoordig. Dus dat begint wel te komen. Ja, dat begint echt te komen. Ze willen dit wel gaan doen. Nou ja, het is natuurlijk altijd. Er zijn zeker partijen die willen, dat zie je ook. Hè. En die zijn transparant en die laten dat ook zien. En dat kun je ook controleren. En die komen hoog in de eerlijke bankwijze. Weet je wel, want er is natuurlijk een hele community omheen die ze in de gaten houdt. Ja. Er zijn ook partijen die zeggen dat ze het willen, maar bewegen ze wel echt? Er zijn partijen die zeggen maar even helemaal niks. Weet je wel, dus er zijn natuurlijk, ja, net als wat jij kent van de energiewereld waarschijnlijk, er zijn natuurlijk ook partijen die op de achtergrond traineren. En denken, we halen er nog even het laatste uit. Die zijn er ongetwijfeld ook. Ja. En je laat tanken en dan zeggen, je kan hier een boom afkopen. Ja. Dus dan ben je goed bezig. Beetje greenwashing. Ja, dat gebeurt natuurlijk in deze wereld ook. En het is, daarom zijn communities en coalities ook wel interessant. Want als het goed is, gaat het elkaar dus ook een beetje sterken. Ja, of in ieder geval ook elkaar aanspreken. He, dus je kan natuurlijk niet bij een partnership over carbon accounting zitten en op een gegeven moment helemaal niks daarmee willen en niks daarmee doen. Dan gaat het voor de rest. Want ze spreken elkaar daar ook op aan. Ja, en dat is natuurlijk niet een doel, maar dat is wel iets wat gebeurt. Ja, wat gebeurt als je een groep mensen bij elkaar zet. Wat is nou een mooi voorbeeld van jij denkt, ja, deze kant moet het op? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, of tenminste een van de dingen waar ik heel blij van word, is van herstel. Als je kijkt naar hoe het ook weer kan herstellen. Dus ik ben vrij veel ook bezig met partijen als Common Land, die met landschapsherstel bezig zijn. Want wat die doen is kijken naar gebieden waar de grond heel erg verarmd of vergiftigd is. En die proberen daar door bepaalde planten te planten en een andere omgang met het land daar gewoon iets te herstellen. En daar uiteindelijk ook waarde uit te halen. Ja, en ook vaak daarmee ook aan sociaal herstel doen. Mm-hmm. Niet alleen maar, want dat vind ik ook heel interessant. Dit klinkt allemaal heel erg rationeel en groen. Maar het gaat natuurlijk ook over mensen. Mm-hmm. En bij dat
landschapsherstel zie je heel goed hoe dat samengaat en hoe dat, dat je dat ook helemaal niet aan elkaar kan halen, de mensen en de groene kant. Het kan alleen maar met de lokale gemeenschap die nog weet hoe het was en die het ook gewoon helpt om te herstellen. Ja, en die daar ook gewoon de energie en de trots aan ontleent of de zingeving of weer terugkomt naar een gebied waar mensen gaan heel vaak, gaan heel veel mensen helemaal niet vrijwillig ergens weg. Mm-hmm. Als het ergens verarmd of moeilijk wordt. Dus dat vind ik hele fijne ontwikkelingen om aan mee te werken. Maar als het gaat om wat ik in de financiële sector nu doe, is ik zeg de hele tijd, wachten hoeft niet. Er is genoeg kennis, er zijn genoeg methoden om aan de slag te gaan, om eerst de indruk te krijgen. Kijk goed eerst hoe je negatieve impact kan reduceren. Dat is bijvoorbeeld niet bijdragen aan ontbossing. Mm-hmm. Geef maar eens, gewoon begin maar eens met een ontbossingsstatement af te geven. Goed voor klimaat en trouwens ook goed voor biodiversiteit. Dus you can't go wrong there, zal ik maar mm-hmm. zeggen. Dus ook niet dat afwachten gedoe, dat past ook niet in deze tijd. Hè. Je hoeft niet te wachten tot je alles weet. En tot je alles precies kan weten. Deze tijd vraagt gewoon om te gaan experimenteren, te gaan leren en het liefst in een groep. Zodat je ook nog elkaar kan helpen en zodat je elkaar ook nog een beetje in de gaten kan houden. Weet je wel? En op die manier probeer ik wel partijen gewoon te betrekken bij van alles en nog wat. We hadden pas een webinar over die satellietdata verbinden aan data over de waarde van ecosystemen. Er kwamen 1000 mensen op af op dat webinar. Dat je dacht, het is gewoon ook omdat centrale banken dit soort onderzoek doen en laten zien hoeveel risico je kunt lopen, mm-hmm. hoe mogelijk loopt. De Franse centrale bank heeft trouwens dat onderzoek ook net herhaald. Of tenminste voor de Franse mm-hmm. sector gedaan. Dus nu zeg ik tegen andere Europese landen, wanneer komen jullie? Of de Europese centrale bank. Kom maar door. Daar zit nu Frank Elderson, die van de Nederlandse bank die kant op gaat. Dus misschien kan hij het helpt misschien, hopelijk. Ja, kijk, het gaat toch om mensen. Ja. Want dit zijn natuurlijk allemaal, dat is net als in de energiewereld. Dit zijn allemaal mensen die het net op een andere manier durven. Ik heb gisteren geleerd voor dit soort duurzaam leiderschap in organisaties. Ja, heb je ook moed nodig. Absoluut. En daarom zijn communities en partnerships ook fijn, omdat je dan tegen je collega's kan zeggen, we zijn nou eens niet de enige. En daar zijn ze er ook mee bezig. En ze gaan zelfs nog harder dan wij. Of, we doen ook studies. We hebben net met die methode die is ontwikkeld, hebben we de 1500, de biodiversiteitsvoetafdruk van de 1500 grootste ondernemingen ter wereld gedaan. Berekend in een paar dagen. Nou, dat lijkt me nog best ingewikkeld. Ja, maar dat is ondertussen geautomatiseerd. Want die methode die wordt nu een jaar of 4-5 ingezet. Mm-hmm. Dus ondertussen is dat. Kan dat heel snel? Kan het heel snel. Dus ook bedrijven, grote financiële instellingen kunnen ook niet meer zeggen, maar dat is bij ons zo ingewikkeld. We hebben wel in 7000 bedrijven geïnvesteerd. Ja, we hebben een enorm portfolio. Dat kunnen wij niet hoor. Nou, dat blijkt dus ook. Het geeft alleen maar een eerste indruk. Mm-hmm. Maar die is wel interessant, want je kunt daardoor wel zien waar ligt de pijn en waar moet ik dus. Het is een kompas, zeg ik altijd. Mm-hmm. Het is een kompas waarbij je weet waar je naar moet kijken, waar je verder onderzoek naar kan doen, waar je met bedrijven in gesprek kan of besluiten om. In de financiële sector onderscheiden ze grofweg 2 strategieën. Of je haalt je geld eruit, want je denkt, deze negatieve impact wil ik niet. Mm-hmm. Desinvesteren, divestment, een hele movement ook die daarover gaat. Ja, ongetwijfeld bekend. Een van de. Om al die pensioenfondsen zover te krijgen dat ze stoppen met investeren, bijvoorbeeld in fossiel. Ja. Ik snap niet dat ons grootste pensioenfonds ABP nog steeds niet daaruit stapt. Mijn pensioenfonds? Ja, en mijn pensioenfonds ook al 15 jaar of zo. Dus, ja. En heel veel mensen die daar verplicht geld hebben staan, die willen helemaal niet dat hun geld gaat zitten in fossiel. Nee. En ik heb al 10 jaar geleden met hun gesproken. En we hebben liever dialoog. Ja, maar na 10 jaar dialoog houdt het ook wel een keer op. Ja. Er moet ook een keer een streep getrokken worden. Zeker. En ik snap niet dat het ABP er nu nog niet uit is gestapt. Er zijn er inmiddels al, 10 honderden in de wereld
wel uitgestapt. Ja, dus, ja. En ze hebben net de ABP Fossielvrij heeft net de duurzaamheidsprijs gewonnen, hè? Ja. Zag ik. Ja, nou ja, dat zie je ook. En je ziet ook, hè, bij klimaatresoluties als van Shell, bij Shell voor Follow This, dat eerst was ABP tegen de resolutie. Toen waren ze, onthielden ze zich van stemmen. Nu zijn ze dan wel voor. Maar, dus je ziet ze wel schuiven. Je ziet die hele wereld schuiven. Dat wil zeggen dat ABP op de aandeelhoudersvergadering van Shell, want zij hebben Shell-aandelen, gewoon zegt van ja, je moet bepaalde dingen gaan doen, zoals ja, in ieder geval op zijn minst rapporteren over wat je doet. Maar, ja, nou ja, al die resoluties zoals die door Follow This zou worden opgesteld. Nou ja, dat is dus. Dus de ene is de uitstappen en de andere, wat je al zei, is ja, een andere filosofie is met bedrijven in gesprek om je aandeelhouders macht te kunnen uitoefenen om te zorgen dat bedrijven zich beter gaan gedragen. Ik ben het helemaal met je eens dat de vraag is van, ja, is dat effectief? En stel je daar ook termijnen aan? Ik ken ook financiële instellingen die hebben bedrijven in 3 categorieën ingedeeld. Die zeggen, nou, er zijn bedrijven waarvan wij denken, die horen bij een duurzame toekomst. Mm-hmm. Die zitten in het groen. Dan hebben we een tussengroep, die is oranje, waarvan we denken, ja, het is nog niet duurzaam. Maar kan groen worden? Kan groen worden. We geven ze x jaar. Mm-hmm. En we gaan met ze in gesprek, we geven ze x jaar. En dan moeten ze zich bewijzen of ze in die groene categorie en zo niet dan. En we hebben rood, waarvan we zeggen, ja, dat gaat maar eigenlijk, we hebben er weinig vertrouwen in. Dus jullie zullen heel snel moeten laten zien dat jullie misschien toch een plekje in die oranje categorie verdienen. Mm-hmm. Zo niet, dan nemen we afscheid. Dat zijn, hè, dat, en dan wat je dan eigenlijk ziet doen, is je ziet dus dat die financiële wereld bezig is met de vraag, hoe gaan wij die energietransitie, in dit geval als het over energie gaat, over klimaat, die energietransitie financieren? Hoe zien wij dat voor ons? Mm-hmm. En je kunt natuurlijk hetzelfde verhaal houden voor investeringen die een negatieve impact hebben op natuur en biodiversiteit. Maar het is dus of divesten of dialoog. En, maar ja, er wordt uiteindelijk wel een streep getrokken. Nou, ik weet toch allemaal. Want wat je zegt, jij zegt van ja, je kijkt. Het ABP praat al 20 jaar met Shell. Precies. Helpt niks. Nee, en je ziet niks gebeuren. Dus en bij mijn weten heeft ABP ook in ieder geval niet transparant en openlijk naar buiten een precieze overzicht van wat ze dan van bedrijven kwantitatief vragen en welke termijn ze geven. Misschien hebben ze daar een intern systeem voor, dat weet ik niet. Maar het is niet iets waar ze extern mee gaan, in ieder geval. Dus daarin zijn financiële instellingen nog heel verschillend over hoe ze daar zowel intern als extern mee omgaan. En ja, ik bedoel, het is net als in met anderen. Je moet niet, ook niet zomaar iedereen op zijn blauwe ogen geloven. En, zeker niet. Heb jij het gevoel dat het feit dat heel veel financiële instellingen wel beginnen met ook echt afwijzingen, dat dat helpt en dat dat iets in gang zet al? Nou, je ziet het een beetje met kolen gebeuren. Mm-hmm. Kolen wordt al een minder interessante investeringsaangelegenheid. Heeft ook heel veel van zijn kolenbedrijven die verliezen ook ongelooflijk veel aandeelhouderswaarde op dit moment. Mm-hmm. Dus er begint wel iets te komen van, nou ja, in die toekomst investeren in kolenbedrijven. En weet je, is dat nou een goede investeringscase? Dat komt mm-hmm. door de hele klimaatdiscussie. Dat is een eerste uitingsvorm ervan. Mm-hmm. In de wereld van biodiversiteit zie je toch ook wel een gesprek op gang komen over de landbouw. Stel, je hebt ongelooflijk veel in, neem maar Nederland. Als we hier van allerlei dieren af willen, zijn er toch financiële partijen die daar best wel veel investeringen in hebben zitten. En als je kijkt wat wij nu doen, bijvoorbeeld met de afkoopregelingen, hè, waar we nu boeren gaan afkopen, zodat dat natuurgebied kan worden, dan betalen we dat dus met gemeenschapsgeld. Maar er zit natuurlijk ook een financiële wereld achter die hierin heeft geïnvesteerd. Ja, de Rabobank heeft heel veel boeren bijvoorbeeld, geholpen aan leningen voor stallen en alles wat er omheen zit. Ja. Maar ook wel wat ING en ABN AMRO. De Rabo is niet de enige, maar natuurlijk wel van veruit de grootste. En die heeft een serieus probleem als de helft eruit stapt. Nou ja, er ontstaat natuurlijk wel een ingewikkelde situatie. Zij hebben als onderpand altijd nog de grond. Mm-hmm. En grond is heel duur in Nederland. Maar ja, je moet natuurlijk wel een andere investeringsbusiness gaan zoeken als deze wegvalt, zal ik maar zeggen. Dus bij elke transitie
zijn er natuurlijk ook financiële partijen die daar risico lopen. En dat geldt dus ook in de wereld van biodiversiteit. Of stel dat je heel erg hebt geïnvesteerd in allerlei bedrijven voor landbouwbestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. Landbouwchemie heb ik pas gehoord dat we dat moeten noemen. Ik zou lekker zeggen gif. Precies. Dat, dat willen ze liever niet horen, maar dat is het gewoon. Maar ook daar kun je natuurlijk dat noemen ze een transitierisico. Als jij dus als financiële instelling je niet op tijd bewust bent van komende wet en regelgeving of andere consumentenvoorkeuren, mm-hmm, of andere disruptieve alternatieve technieken, en jij blijft gewoon investeren in bepaalde giffabrieken. Ja, of fossiele energiebedrijven of van alsnog wat we misschien straks niet meer willen, dan loop je een transitierisico. Dat je dus straks het veel minder waard is. En allerlei investeerders en financiële instellingen die maken daar overzichten van wat is mijn transitierisico? Ja, precies. Dat is inmiddels een soort gangbaar iets. Ja, nou, er is op een gegeven moment door een paar belangrijke mannen is er een taskforce carbon-related financial disclosure opgezet. Dat heeft echt de boel enorm op de kaart gezet in de financiële wereld. Dit was Michael Bloomberg van het Bloomberg-platform. Dat is in de financiële wereld is het een soort van. Nog zo'n type, die hebben met z'n tweeën een taskforce opgezet. Die heeft een raamwerk gemaakt. Hoe kun je die risico's wat betreft klimaat in kaart brengen als financiële instelling? Er zijn nu een land, bijvoorbeeld een land als Canada, voor de COVID-herstelmaatregelen, vragen ze van bedrijven om zo'n analyse te doen. Dus nu er een framework is, kun je dat op allerlei manieren, ook als overheden, voor allerlei zaken inzetten. Je zou sowieso aan iedereen eens kunnen vragen, ga deze eens in kort kaart brengen. Want, en dat is ook wat een DNB heeft laten zien, als je al die risico's die die financiële instellingen individueel lopen bij elkaar optelt, kan er zo'n groot risico ontstaan dat er een risico ontstaat op financiële instabiliteit. Nou, als jij wil vloeken in de financiële wereld, dus dat het woord. Dan moet je het hierover hebben. Financiële instabiliteit, dat is het allerengste wat er is. Dus als iedereen nou gaat rapporteren hoeveel risico het loopt, dan kan een toezichthouder een beetje kijken. Hey, is dat nou, schat ik dat in als moet ik hier iets risico gaan doen? Voor het geheel? Of ja, dit is toch een beetje te veel voor het goede. We moeten er toch een beetje minder gaan doen. Anders krijgen we dus risico op financiële instabiliteit. Nou, die Carbon Disclosure Standard Board, de TCFD, heeft dus echt het onderwerp op een heleboel agenda's gezet in de financiële wereld. Dus dacht ik, hey, als dat voor carbon is gelukt, wil ik dat ook voor natuur. Dus vorige week is de Taskforce Nature Related Financial Disclosure gelanceerd. Yo. Maar het is echt grappig, want. En doe je dat dan ook met Bloomberg? Nee, want we hebben nu. Nee, want die is nog steeds met klimaatdruk. Mm-hmm. Nee, we hebben hier een hele andere. Een van de co-chairs van deze nieuwe taskforce is ook de voorzitter van de Convention on Biological Diversity. Mrs. Elizabeth Marema. En het is een biodiversiteitsverdrag wat gelijk met het klimaatverdrag gesloten werd ooit in 92. Ja, en wat straks een top heeft in Kunming. Kop 15, waar er gehoopt wordt tot een global deal for nature te komen. Hè? Een klimaatakkoord, Parijsakkoord, maar dan voor natuur is de hoop. Maar de natuur is veel ingewikkelder, gaan we weer. Er is wel de hoop en de Chinezen trekken daar ook hard aan. Mooi, dus het loopt een paar jaar achter op klimaat, maar het begint ook te komen. Ja, en ik zeg de hele tijd, klimaat is paard van Troje, daarmee kom je binnen. Mm-hmm. Na klimaat kun je uitpakken, hey, er is meer op deze wereld. En niet klimaat naast biodiversiteit. Want uit die studie die wij hebben gedaan met die biodiversity footprinting van die 1500 grootste multinationals ter wereld, is gekomen dat 41%, dag! Goeiedag! 41% van de impact op biodiversiteit van deze 1500 bedrijven met deze methode wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Want klimaatverandering is een van de drie grote drivers voor biodiversity los. Ja, als klimaatverandering in het huidige tempo doorzet, dan verliezen we nog deze eeuw 50% van de biodiversiteit. Precies. Klimaatverandering is een hele belangrijke factor. Ja,
En daarmee kunnen bedrijven ook met één methodiek zowel kijken naar klimaatverandering als naar de relatie die dat heeft met het verlies aan natuur. Mm-hmm. Dus hoe kun je daar zorgen dat je niet wel helemaal optimaliseert voor klimaat, maar over het hoofd ziet dat het een negatieve impact ook kan hebben op biodiversiteit. Of kun je juist natuurlijk op zoek naar oplossingen die beide dienen. En dat hoeft nog niet eens zo ingewikkeld te zijn, omdat ze zo aan elkaar verbonden zijn. Ja. We zitten hier in een langs een weg waar ook mais wordt geoogd. Dus er komen steeds meer interessante geluiden bij. Ik weet niet of we nog een beetje verstaanbaar zijn. We zijn nog een beetje verstaanbaar. Nou ja, en zo'n Task Force Nature Related Financial Disclosure gaat eigenlijk eerst dus alleen maar om financiële risico's. Maar als je dus eenmaal als financiële instellingen zich eenmaal gaan realiseren hoe afhankelijk ze ook zijn van die ecosysteemdiensten en van die biodiversiteit. Als het risico hoog blijkt te zijn, dan moeten ze acteren. Ja. En dat is wat je eigenlijk wil. Ja. We zijn inmiddels al heel eind op weg met onze podcast. Is er nou nog iets waarvan je denkt, dat had ik in ieder geval gezegd willen hebben? Wat ik zelf heel bijzonder vind is wat we in Nederland doen. En wat ik ook probeer dus met anderen, bij andere landen, met andere landen te bespreken. Dit heeft natuurlijk alleen maar zin als we allemaal bewegen. Mm-hmm. Dus ik vind het bijzonder dat we koplopers hebben in Nederland. Ik vind het bijzonder dat we een centrale bank hebben. Maar we zijn natuurlijk maar een klein land. Dus het is ondertussen ook een network greening the financial system. Dat is opgezet onder andere door de Nederlandse bank. Het zijn 60 centrale banken. Okay. Die nu allemaal denken, hey, wij hebben dus mandaat om hier ons mee te bemoeien. Want er zijn financiële risico's, zowel vanuit het klimaat als vanuit het verlies van natuur. En onze opdracht is financiële stabiliteit. Dus dit hoort bij ons werk. Mm-hmm. Vragen ze alleen, maar wat dan? Hoe doen we? Hoe kunnen we dit doen? Dus daar leren ze ook van elkaar. Dat is ook weer een hele interessant soort van community. En tegelijkertijd zie je ook dat dat moet natuurlijk uiteindelijk naar wet en regelgeving ook. Wet en regelgeving is natuurlijk eigenlijk altijd iets wat achterloopt. Hè? Op het moment dat de wet gemaakt is, is de volgende op. Maar goed, het moet natuurlijk ook andere wetten en regels. En daarin zie je dat vanuit de Europese Commissie heel veel wordt gedaan. Ja? Die hebben een grote Renewed Finance, Sustainable Finance Strategy. Waar ze al een paar jaar aan trekken. Dus dat is ook interessant om te zien hoe ook op systeemniveau de veranderingen beginnen te komen. En daarbij zijn de Nederlandse bank en de Engelse bank onder leiding van Mark Carney wel, denk ik, leidend geweest om al die nationale banken een beetje als koploper te laten zien van dit kan en dit is ook ons. Zeker. Onze taak, want het risico wordt steeds groter en de financiële wereld kan echt enorme klappen krijgen als we hier niet bovenop zitten. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om investeren in andere soorten oplossingen. Nou, bij energie zie je al, hè, wind, energie, zonne-energie. Je ziet natuurlijk al allerlei infrastructuur. Je ziet al wel daar veranderingen. Wij steken zelf wel over. Komt goed. We moeten even over een drukke straat oversteken. Maar het wordt nu gewoon met de hele wereld moet nu aan de slag om met elkaar projecten te ook investeerbaar te maken. En dat is dus niet alleen maar een kwestie van zeggen van voldoe aan onze regels. Maar ik vind dat de financiële wereld ook zelf heel innovatief, veel innovatiever moet zijn. Mm-hmm. In de vraag hoe kunnen wij dit financieren? Als we allemaal het ermee eens zijn dat bepaalde dingen belangrijk zijn en de moeite waard zijn. Of juist niet, maar dan zou het dus niet aan de financiële regels moeten liggen of we daar wel of niet instappen. We zouden veel creatiever met elkaar en dat kunnen we ook als overheid. En je kunt dat noemen ze dan in de financiële wereld blended finance. Doen we wat publiek geld of wat geefgeld samen met wat met privaat geld. Dus hoe kunnen we veel meer financieel samenwerken en innovatie laten zien om die transitie te financieren. Dat vind ik nog te weinig gebeuren. Dus het is nog een beetje individueel. Mm-hmm. Maar wat mij betreft zou het ook daar veel meer moeten naar financiële partijen die niet alleen samenwerken voor hun eigen portfolio, maar die ook samenwerken om bepaalde transities te gaan financieren. Eventueel met de overheid. Ik zeg wel eens van, in de wereld van, weet ik veel, landbouw of weet ik veel, zijn er allerlei samenwerkingsverbanden.
tussen boeren, tussen afnemers en producenten. Een beetje meer van dat soort samenwerking zou ik nog wel graag in de financiële wereld willen zien. Om die investeringen mogelijk te maken die wij van belang vinden. Nou, ik heb vandaag nog een tweede podcastgast. Arie Koornhe van de ASN Bank. Dus ik ga eens even kijken wat hij dan op dat vlak aan het doen is. En of hij deze oproep van jou ook medesteunt. Ik wil je hartstikke bedanken. Jij kunt rustig verder lopen naar Maren. Het is een beetje druilerig, maar eigenlijk wel heel mooi met die herfstbomen in allerlei kleuren. We hebben het in de afgelopen 2 weken al echt van groen naar geel zien gaan. Dus ik heb er ook zin in. Hartstikke bedankt voor deze mooie podcast. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Joe. Agenda loopt nog de hele maand oktober de Climate Miles. Van Groningen naar Glasgow. Wil je meelopen? Kijk op theclimatemiles.nl voor alle informatie. Ook vind je daar dagelijks nieuwe video's en podcasts. Let's accelerate.